bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl zijn in een paar dagen al ruim 4700 meldingen binnengekomen. Veel meldingen komen uit de Randstad. De meeste klachten gaan over heel zwaar vuurwerk. De kerstboomactie voor het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag heeft al €12.738 opgeleverd. Via internet zijn lichtjes te koop voor €3 per stuk. Het geld wordt gebruikt voor een kindvriendelijke inrichting van het nieuwe ziekenhuis. Het Scheveningse kraakpand De Vloek organiseert de komende dagen protestacties tegen de dreigende sluiting van vrijplaatsen en andere autonome ruimtes in Den Haag. De Vloek moet van de gemeente begin april leeg zijn. Het mooiste kersthuis uit de regio is dit jaar blauw. Marijke uit Den Haag mag zich de trotse winnaar noemen van het kersthuis 2014. Presentatrice Jet Sol ging de afgelopen weken bij 13 prachtig versierde huizen langs.